De oplettende kijker heeft misschien al gezien dat wij ons niet in Hulst bevinden, maar in Terneuzen. Het afgelopen weekend, het Pinksterweekend, is namelijk het Skaldis Kamermuziekfestival geweest. En die sluiten hieraf in Terneuzen met onze eigen Mathieu van Bellen uit Hulst. Ja, en op welke plek kan je mooier eindigen dan hier bij Porgy & Bess? En Omroep Hulst is daar natuurlijk bij. Goedemiddag, we zijn hier op het Kamermuziekfestival en we staan bij Porgy & Bess in Terneuzen. Mathieu van Bellen en Mirelle Fransen van de organisatie eigenlijk. Hè. Mathieu, om met jou te beginnen, ja, wij zijn van Omroep Hulst nu in Terneuzen, ja, dat doen wij niet vaak. Ben jij hier nog vaak te vinden? Ik kom origineel uit Hulst en ik ben, maar ik denk dat ik hier wel jaarlijks speel. Misschien zelfs twee keer per jaar hier in Porgy & Bess. Is dat dan nog altijd, is dat extra bijzonder of is eigenlijk ieder optreden voor jou bijzonder? Het is wel een heel bijzondere plek, want Porgy & Bess is eigenlijk een plek die, ik heb mijn allereerste recital hier gegeven toen ik jaar of 12, 13 of zo was, ik weet het niet precies meer. En daarna, het is ook altijd onderdeel geweest van het Skaldis Festival. Sinds het eerste jaar is traditiegetrouw Porgy & Bess het slotconcert. En dat is gewoon heel bijzonder eigenlijk wel. Gewoon de atmosfeer die hier is, het is heel ver van de concertzalen waar je normaal speelt, maar de atmosfeer is wat het hier doet. Ja, jij noemt het eerste jaar. Het festival bestaat 10 jaar, als ik me niet vergis. Heb jij het ook zeg maar, opgericht? Was jij er vanaf het begin bij? Ik heb het opgericht. Het was een soort van mijn idee. Ik kan niet zeggen dat het een heel nieuw idee is. Maar ik ging naar vergelijkbare festivals in Duitsland, Noorwegen, IJsland en dergelijke. En ik dacht, ik wil zoiets hier ook doen. Wat was de reden? Waarom wilde je dat graag hier in Zeeuws-Vlaanderen ook doen? Nou, ik ben redelijk vroeg weggegaan. Ik ben toen ik 14 was naar Engeland gegaan. En ik ben eigenlijk met weinig muziek hier in de buurt opgegroeid. Tenminste, klassieke muziek, de muziek die ik speel. En in het begin dacht ik ik zag bij die andere festivals hoe mooi het was dat mensen terug naar hun geboorteplek gingen. En daar in de buurt een festival opzetten en mensen meenemen uit de hele wereld om hier te spelen. En het is eigenlijk heel dubbelzijdig. Aan de ene kant doe je iets voor dit gebied, in de zin van je brengt muzici van topkwaliteit hier naartoe. Aan de andere kant is het voor de muzici ook heel leuk met wie je eigenlijk over de hele wereld speelt om ze te laten zien waar je vandaan komt. En dat is iets wat heel goed heeft uitgepakt sinds het eerste jaar. En ja, want dat waren je verwachtingen. Is dat ook daadwerkelijk wat er gebeurd is? Zijn je verwachtingen in die zin waar geworden? Of is er eigenlijk nog iets anders gebeurd? Of Het is eigenlijk nog intenser en mooier geworden dan dat ik het had verwacht dat het zou zijn. En het is eigenlijk iets met een heel mooie sfeer. En die sfeer die, je speelt het hele jaar door op heel grote podia en waar eigenlijk best wel wat druk op ligt. Of tenminste, dit is een totaal andere plek dan Concertgebouw in Amsterdam, bijvoorbeeld. Aan de andere kant, je speelt hier wel met heel veel muzici met wie je wel in het Concertgebouw speelt. Dus iedereen wil wel goed zijn best doen, wil niet onder de anderen spelen. Aan de andere kant is het ook weer een soort van relaxte, gemoedelijke sfeer. Eigenlijk en die verwachting dat eigenlijk je wordt als muzikus hier omarmd door het hele publiek. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van dit festival. Dat hoe je ook door het publiek hier wordt ontvangen. Mensen voelen zich volledig welkom hier. En om hier te komen spelen. Ja, ik denk niet dat er veel plekken zijn waar je zou zeggen van nou kom spelen in een jazzcafé, in een ander klein cafeetje, in een kerkje. Dat zijn niet, ik bedoel, ik zou ook nee zeggen. Totdat je weet hoe het hier is. En dan willen mensen alleen maar terugkomen. Thank you.
Het festival is dus 3 dagen. Jullie zijn vrijdag begonnen. Jullie sluiten dus hier vandaag af. Jij bent artistiek leider van dit festival. Dus jij hebt denk ik ook wel jouw invloed op de andere concerten die je vrijdag en gisteren of zaterdag gegeven zijn? Nou, zaterdag, zondag en nu maandag. Het is een beetje raar om slotconcerten op een maandag te doen, maar het is Pinksterweekend, dat is een vrije dag. We hebben een extra dagje. Ja, dus precies. Maar hoe stel je dat programma samen? Hoe kies jij je muzici? Hoe kies jij de stukken? Hoe gaat dat proces? Nou, eigenlijk, je belt een beetje rond van welke... Nou, eerst heb je een wens van met wie wil je hier naartoe? Nou, je belt ze, je vraagt ze of ze vrij zijn, wanneer ze vrij zijn, of ze willen komen, et cetera, et cetera. En dan, eigenlijk, het is een mix van stukken waar ik zeg van, nou, die moeten er sowieso in zitten. En daar kies je ook een beetje dan de mensen voor. Bijvoorbeeld vandaag wilde ik heel graag dat we het Forellenquintet van Schubert spelen. Dus die groep met wie we al hebben getoerd door Duitsland en Nederland en België en Engeland, we hebben daarmee getoerd. Ik dacht van, nou, die wil ik sowieso hier hebben. Dus nou, die groep komt. Nou, dan heb je al een basisgroep en dan ga je vragen, wat willen jullie nog spelen? Wat is een stuk dat jullie gewoon nog erbij willen? En dan ga je een beetje zoeken met elkaar. Het is een heel... eigenlijk, je probeert het festival ook zo te maken dat mensen hier spelen iets dat ze, of iets nieuws dat ze nog niet hebben gespeeld. En ze in een iets meer relaxte setting willen spelen. Of juist werken die veel zijn gespeeld. Zoals het Forellenquintet of gisteren Brahms kwartet, wat we heel veel hebben gespeeld. Maar dat willen we heel graag gewoon voor ons eigen plezier nog een keer spelen. We hebben er gewoon nog niet genoeg van. Dus en dan ga je daar een beetje mee puzzelen wat werkt en wat werkt niet. En soms doe je ook iets wat je weet dat niet helemaal werkt. In de zin van, je zou het niet programmeren in een concertgebouw. Maar zoals gisteren hadden we een eerste helft van 1 uur en 10 minuten. Aan de andere kant is het gewoon zulke mooie muziek. En je zit niet vast aan de regeltjes van, het moet 3 kwartier zijn. En dan moet iedereen zijn bakje koffie hebben. En dan, nee, het is veel... Het is juist in deze sfeer dat dan kan. Ja, precies. Ja. En dat is... En zo ga je daar naar op zoek. En het is... Dus, ik bedoel... Ik nodig de muzici uit, maar daarna is het een beetje een balans tussen de wens en wat er moet. In de zin van, er moet natuurlijk wel een beetje richting gegeven worden aan het programma. Maar stel je samen. En ik moet toegeven, in een festival setting durft dat ook wel eens te veranderen tijdens een festival. Dat je merkt van, we willen dit heel graag spelen. Of dat je merkt van, we wilden dit heel graag spelen, maar... Eigenlijk hebben we te weinig repetitietijd, dus dan moet je een kleine aanpassing hier en daar maken. Maar dat is ook iets heel specifieks bij een festival. En dat is zo'n groot concert ook nooit kunnen doen natuurlijk. Dat zo op het laatste moment ook aanpassingen doen. Nou ja, dat is, het gebeurt wel hoor. Maar eigenlijk doen we het niet vaker. Maar uiteindelijk, ja, het heeft een veel meer relaxte atmosfeer. En je merkt ook tussen de muzici dat muzici komen hier echt om zichzelf volledig te uiten en ze voelen zich vrij om te spelen.
dat is heerlijk volgens mij. Mirella, ga ik jou toch ook nog een vraag stellen. Jij hebt het mede georganiseerd. Ja. Hoe lang van tevoren ben je dan al bezig met de voorbereidingen van zo'n festival? Is het een jaarlijks festival? Ja, het is een jaarlijks festival. En normaal gesproken begin je eigenlijk meteen na het slotconcert al na te denken over... Ga je evalueren en dan ga je alweer een volgende... Ja, en dan moeten er subsidies aangevraagd worden en fondsen. Maar dit jaar was een beetje anders en zijn we denk ik in januari begonnen. Toen hebben we geprobeerd het allemaal maar zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En het is gelukt, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, we weten natuurlijk dat er muziekfestivals zijn er volop. Hè. In de zomer gaat iedereen naar een festival. Maar dan heb je een kamermuziekfestival. Ja, is daar veel belangstelling voor? Heb je veel publiek die daarnaar komt kijken? Ja, dit jaar, maar eigenlijk alle jaren, is het altijd uitverkocht. Dus dat is wat. Dit jaar dus ook weer? Dit jaar ook weer, ja. Ja, maar het is wel anders. Een kamermuziekfestival is niet zoals bijvoorbeeld Vestrock, waar je naartoe gaat met je picknickkleedje en lekker in de zon zitten. Dus hier zit je op een stoel, maar verder, het weer blijft prachtig en is het enorm genieten. En er is heel veel belangstelling voor. Hoe is het om in Mathieu te werken? Heel leuk, ja. Ja. Je bent natuurlijk ook, je organiseert het, maar je bent er ook onderdeel van. Hè? Is dat iets, maak je daar hele duidelijke afspraken voor? Is dat iets waar je, ja, of loopt dat heel organisch, allemaal heel makkelijk vanzelf? Het loopt heel makkelijk, de lijnen zijn heel kort. En wat wel heel duidelijk is, is Mathieu is de artistiek leider. Die bepaalt wat er gespeeld wordt en wie er komen spelen. En de organisatie is er om te proberen alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Faciliteren. Ja, 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 dat is wat wij doen. Nou, we zijn een half uurtje van aanvang van het concert. Wat ga jij nu het laatste half uur nog doen, Mathieu? Omkleden. Koffietje drinken. En eventjes een paar minuten nog wat spelen. Ja. Net voordat je op het podium gaat. Je moet nog een speech geven van tevoren. Dus, ook altijd leuk. Eventjes de punten herhalen in het hoofd, wat niet te vergeten. Dat is het eigenlijk. Dus een beetje rustig naar het concert toe. Heel goed. Nou, dan gaan we jou nog rustig even laten voorbereiden. Dankjewel. En dan wensen we jullie natuurlijk een heel mooi concert. Dankjewel. Tot ziens.